Ja, ik ben dus Eva Wambach. Samen met Joost en vele andere collega's werk ik op de proefhoeve in Bottelaren. En ik ga als afsluiter van de avond nog het met jullie hebben over de beheersing van Rhizoctonia op een rundveebedrijf. En dan voelen jullie mij al komen dat ik het heb over de problematiek bij de voederbieten. Ik wou rap even nog inpikken op de poll die gelanceerd was. Dus de verschillende ziektebeelden die jullie in beeld gekregen hebben, staan hier opgelijst. En het is inderdaad vaak verwarrend, hè, de beelden die je ziet op het veld. Maar het is inderdaad de derde foto, die Rhizoctonia, met die kleine vlekken die dan na verloop van tijd natuurlijk groter worden en waarop allerhande andere ongewenste micro-organismen mee op de kar springen. Maar dit is echt het begin van Rhizoctonia-aantasting. Dan de kadering van mijn praatje binnen deze webinar vanavond hebben Joost en Gert al heel mooi gedaan. Dus we zitten hier bij de grondgebonden ziekten en plagen. Ik ga starten met een aantal zaken over de pathogeen Rhizoctonia solani. Het is belangrijk om wat zicht te hebben op die pathogeen, om dan ook te weten hoe dat hij bestreden kan worden in de praktijk. Dus de problematiek van Rhizoctonia is afhankelijk van heel veel factoren. Bijvoorbeeld vorig jaar met onze typisch Belgische zomer was het eigenlijk een jaar waarin Rhizoctonia wel frequent voorkwam, maar de drogere jaren die we daarvoor gehad hebben, die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat er nauwelijks Rhizoctonia vastgesteld werd in het veld. Dus Rhizoctonia is een schimmel die graag warm heeft, maar wel in combinatie met de natte voer- en najaren. En vruchtwisseling is een hele belangrijke. Ja, dus Rhizoctonia is een schimmel die graag warmte heeft en dan ook qua vochtigheid erbij. En dus die vruchtwisseling is belangrijk, hè. Wat zien we in de praktijk qua probleemgewassen? Ja, suiker- en voederbieten zijn de grootste probleemteelten voor Rhizoctonia, maar ook bij vele groenten kan dat wel serieuze vormen aannemen. Wortels, schorsen neer zijn heel vatbaar. Ook bij aardappelen, die typische zwarte vlekken, komt regelmatig voor. En de symptomen, ja, afhankelijk van het gewas en het moment waarop dat de ziekte voet aan de grond krijgt, die kunnen zeer uiteenlopen. Dus kiemval, dat is echt het afgedood raken van kiemplantjes, tot lakschrift dan bij aardappelen of rot van de stengel, de wortels enzovoort, zoals jullie hier op de foto's weergegeven zien. Bij bieten zie je hier zo'n afgedood bietenplantje indien de infectie in een vroeg stadium plaatsgevonden heeft. En op een veld kan dat echt wel een ware slagveld geven, hè, die Rhizoctonia. Dus zowel zichtbaar aan de bladeren als aan de bietenondergrond. Maar het kan ook enkel het een, enkel het ander zijn. Het hangt er wel vanaf van het moment van infectie en van de ernst. Dus dat begint meestal met kleine vlekken die dan groter worden tot echt zeer rotte bieten. En ik denk dat het evident is dat de bewaring van die bieten niet is zoals ze zou moeten zijn. Dus absoluut ongewenst. Die Rhizoctonia mag niet verward worden met boorgebrek, wat dat in droge jaren ook wel kan optreden. Dus die verdroging van de middenste bladeren is eigenlijk typisch voor boorgebrek, samen met zo wat vlezigere bladeren die bijna knapperig worden. Maar dat is dus niet Rhizoctonia. Waarom gaat mijn praatje hier nu over Rhizoctonia bijbieten op een rundveebedrijf? Ja, het basisrantsoen hier in Vlaanderen qua ruwvoeders is denk ik nog altijd wel mais en graskuil. Ik denk dat we dat wel mogen stellen. Er zit wel een evolutie in dat meerdere teelten op die bedrijven aan bod komen. Maar ook dankzij de derde teeltregeling, zal ik maar zeggen, zijn ook voederbieten de laatste jaren meer en meer op de voorgrond gekomen. Bieten zijn niet de gemakkelijkste teelt, maar op vele vlakken zijn ze niet te kloppen. Dus qua voederwaardeopbrengst per hectare. De koeien eten het ook gewoon heel graag, waardoor ze meer eten. Die bieten door hun lange groeiperiode en hun diepe worteling zijn ze ook goed voor de bodemstructuur in het vermijden van stikstofuitspoeling. En ze zijn ook vrij weerbaar tegen droogteomstandigheden om toch nog een goede opbrengst te kunnen realiseren. Het voordeel van bieten is ook dat ze energie aanbrengen in het rantsoen en eigenlijk een deel granen en maïs kunnen vervangen op dat vlak. En granen en maïs kunnen mycotoxines bevatten.
Hetgeen bij bieten niet het geval is, dus op dat punt is het risico naar mycotoxine-intoxicatie toch wel verminderd door die opname in transzoen. Maar het is natuurlijk niet alleen de goed nieuws, Sean. Rhizoctonia kan serieuze problemen geven in de praktijk. En daar gaan we het vandaag over hebben, hoe dat we dat kunnen oplossen. Maar die schimmel zelf dan, dat is een bodemschimmel die in tegenstelling tot veel van de gekende schimmelgeslachten, zal ik maar zeggen, geen sporen maakt. Dus jullie kennen allemaal wel penicillium van de roquefortkaas. En als je een appelsien in de fruitmand te lang laat liggen, ga je daar echt die blauwe schimmel zien. Dus dat is via sporen die verspreid worden via de lucht. Maar deze schimmel maakt geen dergelijke sporen. Dus die groeit volledig via myceliumdraden in de bodem. En die overleeft daar op plantmateriaal. En bovendien gaat die ook sclerote gaan maken. Dus dat is zo heel dense bolletjes van samengekookt mycelium bijna, die de overlevingsstructuren zijn van die schimmel. En op die manier kan die schimmel eigenlijk jaren overleven in de bodem. Dus een keer dat die scleroten in de bodem zitten, gaat die bodem voor lange tijd gecontamineerd zijn. Wat dat ook een gevolg is van het feit dat die schimmel geen sporen maakt, is dat hij plexgewijs voorkomt in het veld. Terwijl bij Fusarium bijvoorbeeld, door die verspreiding via de lucht en via regen, gaat zich dat makkelijk verplaatsen binnen een veld en ook naar de naburige velden. Bij Rhizoctonia is dat gelukkig niet het geval. Dus die blijft eigenlijk vrij plaatselijk aanwezig op het veld en dan vaak op stukken waar structuurschade is. Bijvoorbeeld de kopakkers. Dat impliceert wel dat er voorzichtig moet omgesprongen worden met grond waar Rhizoctonia in de bodem zit. Enerzijds naar versleep via tractorbanden en dergelijke, maar ook mechanische onkruidbestrijding is op percelen waar Rhizoctonia voorkomt geen goed idee, omdat die grond toch wat opzij gegooid wordt, zal ik maar zeggen, en die plekken toch wat kunnen uitdijnen. Dus hier op de foto links zien we echt de uitval van die jonge kiemplanten en dan de schade op het veld kan wel aanzienlijk zijn. Hoe gaat die Rhizoctonia nu op het veld zich gaan gedragen? Die wordt aangetrokken door eigenlijk chemische componenten geproduceerd door waardplanten, zeggen wij dan. Dus alle planten die die chemische verbindingen afscheiden waar die Rhizoctonia-schimmel naartoe getrokken wordt, zijn waardplanten. Dus die schimmel groeit naar die plant toe. Als we die schimmeldraden onder een microscoop bekijken, zijn echt heel mooie T-structuurtjes, dus die is makkelijk te herkennen. Op die plant gaat die een infectiekussentje, noemen we dat, gaan vormen, om dan in die plant te kunnen binnendringen en daar verder te gaan woekeren met zijn myceliumdraden en ook scleroten te gaan maken. Is dat nu één duidelijk gedefinieerde schimmel? Eigenlijk niet. Dat is een complex van stammen die allemaal die typische T-structuren van schimmeldraden gemeen hebben. Maar als je daar visueel naar kijkt, qua kleur, qua grootte van de scleroten, zit daar wel heel veel verschil op binnen die Rhizoctonia. En dan spreken we eigenlijk van anastomose-groepen. En anastomose is letterlijk het versmelten van schimmeldraden. Dus als twee Rhizoctonia-isolaten samen op een voedingsbodem gebracht worden en die groeien naar elkaar toe en die versmelten met elkaar, dan weten we dat die tot dezelfde anastomose-groep behoren. Ik ga daar nu op dit moment niet dieper op ingaan, want het is niet echt de focus van het vanavond. Maar bij bieten is algemeen geweten dat anastomose-groep 223b eigenlijk alleen verantwoordelijk is voor de schade bij die bieten. En wat is nu typisch voor die anastomose-groepen? Elke anastomose-groep heeft zijn eigen waardplantenspectrum. Daar zitten planten in die bij verschillende anastomose-groepen gevoelig zijn. Zoals hier in een overzichtje wat aangegeven. Dus je ziet hier duidelijk de maïs, gras, suiker, voederbieten. Dus drie belangrijke gewassen binnen een rundveebedrijf. Dat die alle drie waardplant zijn voor die anastomose-groep 223b. De granen zijn dat niet. Ook aardappelen niet, dus op dat punt moet je geen schrik hebben om aardappelen ook in de rotatie op te nemen. En dan een aantal groenten wel. Is het makkelijk om die waardplanten te herkennen op het veld? Jammer genoeg niet, want heel vaak zijn er geen symptomen te zien van de Rhizoctonia aan die planten, maar toch kan die schimmel in die planten dringen en daar scleroten gaan maken die dan in uw bodem wel aanwezig zijn als inoculum, zeggen we dan.
En om het dan nog eens extra moeilijk te maken, het zijn niet alleen de echte teelten die gevoelig zijn voor die schimmel, maar ook onkruiden kunnen Rhizoctonia in stand houden. En dat zijn heel wat onkruiden en vrij couranten. Dus het is niet makkelijk om waardplanten uit te sluiten uit die vruchtwisseling en laat staan om ze zelfs maar te herkennen. De Universiteit van Wageningen heeft daar ook veel onderzoek naar gedaan. Ik ga hier nu snel overgaan, want het is een indrukwekkende tabel die in kleur de schade weergeeft die Rhizoctonia kan aanrichten bij verschillende gewassen, maar los daarvan ook of die schimmel zich kan vermeerderen in die verschillende gewassen. En wat zien we hier nu? Maïs, suikerbieten, voederbieten staan er niet bij, maar ze mogen hier eigenlijk ook bij komen. En de Engels en Italiaans raaigras zijn planten waarin die pathogeen zich zeer sterk kan gaan vermeerderen. Terwijl eigenlijk enkel suikerbiet daar visueel ook een schadebeeld gaat van geven. Bij maïs zien we zelden schade. Bepaalde rassen tonen het wat makkelijker, maar daar zit niet echt een lijn in. Aan de andere kant zijn er ook een aantal gewassen die actief zorgen voor een afname van het schimmel inoculum. En daar zien we luzerne, maar ook tarwe en ajuin staan. En dan een derde groep die ik hier even wil uitlichten zijn de groenbedekkers. Het is niet heel duidelijk of ze nu waardplant zijn en in de meeste gevallen weinig of geen visuele schade aan die planten. En op van hele velen ja, is het niet geweten of die pathogeen zich vermeerdert. Dus het is een moeilijke thematiek, die waardplantgevoeligheid. Maar het is wel heel belangrijk om in het achterhoofd te hebben. En ja, het wil ook niet zeggen, omdat je op het veld geen symptomen van Rhizoctonia ziet bij een bepaald gewas, dat dat gewas ook die pathogeen niet gaat vermeerderen. Gelukkig zijn er verschillende beheersingsmogelijkheden. Belangrijk om te weten is dat de mate van voorkomen van zo'n bodemschimmel zoals Rhizoctonia altijd afhangt van verschillende factoren. En we hebben hier eigenlijk een driehoeksverhouding zeg maar, tussen de host, dus de plant, dan de pathogeen, onze Rhizoctonia, en het milieu. En de wisselwerking tussen die drie factoren gaat eigenlijk gaan bepalen in welke mate dat die Rhizoctonia voet aan de grond krijgt in een bepaald gewas. Welke factoren zijn dat zo in het milieu? Ja, temperatuur, vochtigheid, dus de weersomstandigheden, heb je als landbouwer jammer genoeg niet in de hand. Maar er zijn gelukkig wel een aantal zaken die je wel zelf kan gaan controleren via die teeltechniek. Dus het zuurstofgehalte in de bodem, de nutriënten en ook de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem zijn daar een aantal zaken in. Belangrijk om eigenlijk doorheen heel het verhaal door te onthouden is dat Rhizoctonia een typische zwakteparasiet is. Dus alles wat je doet om je planten sterker te maken gaat helpen om je Rhizoctonia het moeilijk te maken. Qua beheersing zijn er een aantal grote topics waar ik het hier vanavond ga over hebben. Met stip op één natuurlijk de vruchtwisseling, maar ook teeltechniek, groenbedekkers, biologische bestrijding en het gebruik van tolerante voederbietrassen gaat aan bod komen. Beginnend met de vruchtwisseling, ja, het is een feit, de typische rotatie op een rundveebedrijf met veel maïs, veel gras en dan bieten, is een risico, aangezien dat alle drie die planten waardplant zijn, maar bij maïs en gras gaat dat meestal zonder symptomen zijn. Dus dat is absoluut een aandachtspunt. Langs de andere kant is het een voordeel, op een vrij makkelijke manier kan die Rhizoctonia het moeilijk gemaakt worden en dat is gewoon simpelweg door een graangewas op te nemen in de rotatie. Luzerne geeft ook een actieve vermindering van Rhizoctonia, net zoals die klassieke granen. Maar ja, de teelt van luzerne, zeker als rijteelt, is toch niet evident. En vanaf dat het in mengsel gezaaid wordt met gras, dus Italiaans, Engels, noem maar op, dan ga je toch meteen die waardplanten terug gaan introduceren. Dus daar het graangewas is de evidentste keuze qua vruchtwisseling. Dus op zich zijn er niet veel keuzes, maar ze is er wel. En het is een belangrijke keuze voor dat graangewas. En het zet ook nog wel eens in de verf dat het belangrijk is om andere preventiestrategieën zeker ondersteunend in te zetten. Hier wil ik wel nog zeker de resultaten tonen van een proef die de KBIVB uitgevoerd heeft in 2004.
met verschillende rotaties. Dus we zien hier een rotatie met 3 jaar maïs op rij, dan maïs, tarwe, 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 maïs, maïs en 3 keer tarwe. En verschillende suikerbietrassen tonen hier eigenlijk hun ziekteindex voor Isoctonia en het valt echt op, die balkjes zijn veel lager als er 2 of 3 jaar tarwe in die rotatie zat. En er zijn verschillen volgens de suikerbietrassen, maar absoluut het effect van rotatie is overduidelijk. Dus die klassieke granen hebben een positief effect om Rhizoctonia terug te dringen. Dan ja, het tweede wapen die de landbouwer in handen heeft tegen Rhizoctonia is die teeltechniek, hè, op verschillende vlakken. Dus de bodemstructuur goed houden, zodanig dat uw bodem minder gecompacteerd wordt, is een belangrijke. Ook het bodemleven zoveel mogelijk stimuleren, aangezien dat zowel regenwormen als de micro-organismen in de bodem een positief effect gaan hebben om het die schimmel moeilijk te maken. Die regenwormen gaan zorgen voor een goede doorlaatbare bodem en ook voor de vertering van de organische stof in die bodem. Wat dat dan weer positieve effecten heeft op het microbieel leven dan in die bodem. En eigenlijk moet je dat zien als een microbieel ecosysteem, waarin dat een pathogeen moeilijk de overhand gaat kunnen krijgen als dat systeem mooi in evenwicht is. En dat systeem is mooi in evenwicht als de bodemomstandigheden goed zijn daar. Dus heel belangrijk. En dan op de volgende slides ga ik het hebben over de bemesting. Dus bemesten volgens advies is hier het beste advies dat we kunnen geven, aangezien dat zowel een overschot als een tekort aan nutriënten planten gevoeliger gaan maken. Misschien klinkt dat contradictorisch, want ja, planten goed bemesten, dan gaan ze goed groeien, maar het nadeel is dat die planten zodanig snel gaan groeien dat die celwanden dunner zijn, waardoor dat die Rhizoctonia makkelijker in die plantencellen kan binnendringen en daar dan zich kan gaan vermeerderen. Een ander topic is de pH van de bodem, dus ook bekijk dat ook in het bodemanalyseresultaat. Als die pH aan de lage kant is, is het zeker aan te raden om te gaan bekalken, want lagere pH gaat leiden tot zwakkere planten. En zwakkere planten maken het gemakkelijker voor die Rhizoctonia om die planten te gaan attackeren. Dus tweede belangrijke zaak. Organische stofgehalte in de bodem. Het is hier al uitgebreid aan bod gekomen vanavond. Specifiek naar Rhizoctonia preventie toe is het belangrijk dat organisch materiaal in de bodem zo homogeen mogelijk verspreid wordt. En ook de mate van vertering van dat materiaal is belangrijk. Aangezien dat vrij vers, onverteerd materiaal Rhizoctonia in de hand gaat werken, terwijl dat goed verteerd organisch materiaal net onderdrukkend gaat werken. Dus het doel is echt om goed verteerd organisch materiaal op een homogene manier in de bodem te hebben. En zo ook ja, uw bodemmicrobioom te gaan stimuleren om Rhizoctonia te snel af te kunnen zijn. Hè. Ook iets wat ik zeker wil meegeven nog in dit kader is bij maïs. Hè. Het risico op Rhizoctonia is altijd wat hoger na korrelmaïs dan bij kuilmaïs. Ja, de foto's spreken hier voor zich. Gewoon de hoeveelheid plantenresten die op het veld achterblijven na die maïs zijn veel hoger bij korrelmaïs. Vaak wordt er na korrelmaïs ook geen groenbedekker meer gezaaid. Dus die plantenresten, die eigenlijk nauwelijks of niet verkleind zijn, liggen daar een hele winter, verteren eigenlijk ook nauwelijks en worden dan ingewerkt. Terwijl bij kuilmaïs zit toch wel vaker een groenbedekker erachter. En daar kom ik zo meteen op terug bij de groenbedekkers. Dus ja, er is een hele gamma aan groenbedekkers op de markt, dus ik kan me voorstellen dat het moeilijk kiezen is. Afhankelijk van de moment waarop ze gezaaid worden, gaat de keuze alleszins al beperkter zijn. Maar het is heel belangrijk om ook aandacht te hebben voor die waardplanten van Rhizoctonia bij die keuze van die groenbedekkers. Ik heb het in het begin van de presentatie al gezegd, het is niet echt goed geweten welke groenbedekkers nu waardplant zijn voor die specifieke anastomosegroep. Gewoon omdat er heel vaak geen symptomen zijn bij die gewassen. En omdat het heel moeilijk is om die mate van vermeerdering van een schimmel te gaan meten in een gewas. Wat we wel absoluut kunnen zeggen is dat Phacelia af te raden is en ook Italiaans rijgras, omdat die beide toch wel bekend staan als waardplanten van Rhizoctonia. En Phacelia
gaat zelf ook wel schade ondervinden en zich slecht ontwikkelen. Groenbedekkers gaan organisch materiaal aanbrengen, gaan zorgen voor een betere bodemstructuur, betere bodemleven en uiteindelijk ga je dan weer je planten sterker gaan maken en je bodem weerbaarder maken om te zorgen dat je Zoctonia niet zo makkelijk voet aan de grond krijgt. Bijkomende voordelen van die groenbedekkers zijn hier ook al aan bod gekomen, dus opname van reststikstof, minder uitspoeling, minder erosie. De kruisbloemigen kunnen ook nematoden gaan terugdringen en biofumigatie is ook een mogelijkheid bij die groenbedekkers. Wat is nu die biofumigatie? Wel, die kruisbloemige groenbedekkers die bevatten glucosinolaten. Dus dat zijn hier op de tekening die gele bolletjes. Ja, als uw plantencellen nog intact zijn, zijn die fysiek gescheiden van het myrosinase-enzym. Maar bij biofumigatie worden die groenbedekkers echt heel klein gemaakt en ingewerkt in de bodem. Dus door dat klein maken ga je eigenlijk beschadiging krijgen van je cellen. Gaan die twee met elkaar in contact komen in een waterig milieu en krijg je de vorming van ITC's, isothiocyanaten. En dat zijn eigenlijk gasvormige componenten die antifungaal werken. Klinkt heel mooi en heel veelbelovend, maar het succes van de toepassing van biofumigatie hangt af van heel veel verschillende factoren. Namelijk welke glycosinolaten en welke ITC's er gevormd worden en in welke concentratie zijn afhankelijk van zowel de soort, dus bladramenas, gele mosterd, bruine mosterd, gaan anders zijn. Er zitten verschillen tussen rassen, ook het stadium, de weersomstandigheden, al die factoren spelen een rol. De maximale gehalten zijn er normaal gezien rond de bloei. Maar ja, het moment van bloei hangt ook wel af van de weersomstandigheden. Dus is moeilijk in te schatten, maar eigenlijk wordt die biofumigatie best uitgevoerd op het moment van maximale gehalten aan die componenten. Daarbij ook nog eens, om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, moet de bodemtemperatuur nog vrij hoog zijn. Dus eigenlijk zou je die groenbedekkers vrij vroeg moeten kunnen zaaien in juli om eigenlijk eind augustus in september al bloei te hebben en dan nog dat te gaan inwerken. Er moet op dat moment ook genoeg water in de bodem zijn, maar niet te veel. Of uw gascomponenten gaan ook de kans niet krijgen om zich te verspreiden in de bodem. Dus ook daar is het een delicaat evenwicht tussen het optimum. En ook specifieke mechanisatie vereist. Dus dat groenbedekker moet echt heel fijn verkleind worden, mooi homogeen in die bodem ingewerkt worden en dat moet dan nog eens toegerold worden, zodanig dat die gasvormige componenten niet op 1, 2, 3 uit je bodem vervluchtigen, maar dat die echt de kans hebben om hun antifungale effect te gaan uitoefenen. Dus in de praktijk is dat niet zo evident. Dan een topicje over biologische bestrijding. Die biofumigatie valt daar eigenlijk al onder. Die antifungale werking is niet selectief, dus verschillende schimmels in de bodem gaan daardoor beïnvloed worden. Rhizoctonia, fusarium enzovoort. Een ander groep van biologische bestrijding zijn de biocontroleorganismen. En dat zijn eigenlijk micro-organismen die gaan werken tegen die Rhizoctonia. Er zijn verschillende werkingsmechanismen bekend. En bepaalde micro-organismen combineren ook een paar van die werkingsmechanismen. Dus een eerste mechanisme is echt hyperparasitisme, zeggen we dan. Dus daar gaan eigenlijk uw biocontroleschimmel gaat eigenlijk de schimmeldraden van die Rhizoctonia gaan aanvallen en die pathogeen echt direct gaan afdoden. Dan hebben we antibiotica. Worden geproduceerd door bepaalde bacteriën en kunnen ook bepaalde schimmels gaan afdoden. Een andere groep van micro-organismen gaat gaan concurreren, enerzijds voor plaats in of op de plant en ook voor nutriënten, bijvoorbeeld door ijzer te gaan binden, zodat die Rhizoctonia geen ijzer meer heeft en dus groeiproblemen krijgt. En dan zijn er ook nog micro-organismen die vluchtige componenten gaan produceren in de bodem, waardoor dat de plant eigenlijk de reactie gaat krijgen van ik moet mij voorbereiden op een aanval die eraan komt en dan is die plant klaar. Die biocontroleorganismen, waar zitten die nu of kunnen die toevoegen? In compost zitten eigenlijk heel wat van die
biocontroleorganismen van nature al, dus het gebruik van compost kunnen we dan zeker aanbevelen. En er zijn ook commerciële producten beschikbaar, maar specifiek voor Rhizoctonia solani zijn er wel niet heel erg veel praktijk toepasbaar voor bieten. Dus de praktische implementatie van die producten, dat blijft een uitdaging. Wat dat wel al goed gekend is, zijn de tolerante voederbietrassen. Dus ik wil even duidelijk zeggen, het gaat echt om tolerantie, dus niet om resistentie. Er bestaat op dit moment geen enkel voederbietras dat resistent is tegen Rhizoctonia, maar ze zijn wel tolerant. Wat wil zeggen, enerzijds dat de aantasting minder ernstig gaat zijn, en ook dat die pathogenen minder gaat vermeerderen in die bieten. En dat er dus minder inoculum gaat achterblijven op het veld. Nadeel van die tolerante rassen is dat hoe toleranter, hoe groter de reductie in opbrengst, meestal. Maar relatief gezien valt dat wel mee, zeker op percelen waar grote problemen verwacht worden. Mag dat niet tegenhouden om te kiezen voor een tolerant voederbietras. En ook belangrijk om te weten is dat die tolerantie niet van in het begin is. Dus die treedt pas op rond het 6-8 bladstadium. Vandaar dat standaard in veel bietenzaden fungiciden toch verwekt zitten in die zaadcoating om die jonge kiemplantjes te beschermen tegen bodemschimmels. En dan kan de tolerantie van het ras zelf het overnemen vanaf dat die planten wat groter zijn. Wij hebben vorig jaar de mogelijkheid gehad om bij een proef die het KBVB had lopen bij een landbouwer op een perceel met natuurlijke Rhizoctonia-druk een aantal voederbietrassen mee te nemen in de proef. En we hebben daar concreet 5 rassen uitgezaaid met fungiciden in de zaadcoating en 1 ras is ook een keer meegelopen zonder fungicide. En dat heeft eigenlijk wel mooi spectaculaire resultaten gegeven. We zien hier links onderaan op de foto Ribondo, links zonder fungicide, rechts met fungicide. Ribondo is gekend als een middelmatig scorend ras qua tolerantie, maar we zien hier echt wel, ja, het beeld spreekt voor zich, hè. Op de linkerkant is echt heel veel uitval te zien van jonge kiemplanten, terwijl rechts die bescherming door die fungicide toch wel mooi zichtbaar is. En dan hier op de foto bovenaan zien we opnieuw Ribondo zonder fungicide. De situatie is hier minder ernstig, wat dan mooi het plexgewijze voorkomen van Rhizoctonia op het veld illustreert. Terwijl dat we links Brunium zien, een van de meest tolerante rassen op de markt. De resultaten van die proef tonen eigenlijk duidelijk dat er absoluut verschillen zijn tussen die rassen. Dus ze zijn hier gerangschikt in toenemende ziektegevoeligheid. En op 3 verschillende tijdstippen is het aantal rotte bieten geteld, ja, zonder ze te oogsten. En zien we wel opnieuw Brunium, Rialto, eigenlijk het eerste voederbietras tolerant aan Rhizoctonia dat op de markt was, maar doet het nog altijd zeer goed. Ribondo was middelmatig tolerant ras en dan de DM8134. En Lorena, een feedbeat type. En dan hier, ja, als slechtste van de klas, onze Ribondo zonder fungicide. Dan die bieten zijn uiteraard ook geoogst geweest. Bij oogst zijn daar scores aan toegekend aan de verschillende bieten volgens de mate van Rhizoctonia aantasting. En daar kwamen opnieuw heel interessante zaken uit. Hier zien we echt het aantal bieten per klasse of per groepen van klassen. En we willen uiteraard liefst zo weinig mogelijk aantasting. Dus de roze balkjes, klasse 0, 1, 2, hebben we er graag zoveel mogelijk van. En dan zien we opnieuw dat die Brunium het heel goed doet. En verschillen volgens de andere rassen, maar het kneusje valt hier weer op. Onze Ribondo zonder fungicide zien we gewoon absoluut al dat er veel minder bieten geoogst zijn. En de bieten die geoogst werden, waren toch wel in hoge mate aangetast door Rhizoctonia. Dus het beschermend effect van die fungiciden, en dan specifiek was dat hier de Vibrance en de Syraxane die werkt tegen Rhizoctonia, dat die echt wel hun nut hebben om die jonge plantjes te gaan beschermen. Dus kort samengevat, vruchtwisseling. Niet heel veel mogelijkheden, maar kan een enorm verschil maken. Dus zeker een keer klassieke granen opnemen in de rotatie, gaat die Rhizoctonia gaan terugdringen. En verder, alle goede agrarische praktijken die
uw bodem in zo goed mogelijke conditie houden en ook uw plant in zo goed mogelijke conditie gaan helpen om Rhizoctonia geen voet aan de grond te doen krijgen. Dus niet te veel bemesten, bekalken als het nodig is, onkruidbestrijding verzorgen, aangezien dat die onkruiden waardplanten zijn, maar geen mechanische onkruidbestrijding. Bodemcompactie zoveel mogelijk gaan vermijden. Goed verteerd organische stof in de bodem. En dan de keuze voor een tolerant voederbieterras. Dan, de samenvatting is echt dat verschillende ingrepen samen moeten leiden tot een preventie. Want curatief behandelen bij Rhizoctonia is niet aan de orde. Dus 1 plus 1 moet 3 zijn via de preventiestappen. En dan dank ik jullie.